Hoi, leuk dat je kijkt naar deze vlog. Weer een verlofvlog. Ik ga mijn derde week verlof in nu. En deze week ga ik 37 weken zwanger worden. De mijlpaal eigenlijk bereiken. Een hele belangrijke mijlpaal, want vanaf 37 weken mag je kindje gewoon geboren worden. Dan is het geen prematuur meer. Ik hoop dat onze jongen nog eventjes iets langer blijft zitten natuurlijk. Want ja, hoe langer in de buik, hoe beter voor de hersenontwikkeling en zo. Dus ja, en dan kunnen we nog eventjes wat dingen afronden. Zometeen gaan Sander en ik een nieuw project starten. Eén taakje van de babylijst die gedaan moet worden. En dat is namelijk de box in elkaar zetten. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Nou, we gaan beginnen hoor. Dit zijn de eerste onderdelen van de box. En ik wilde dit eigenlijk zelf doen, maar het is eigenlijk een beetje onhandig en een beetje zwaar. Dus dat is helemaal niet fijn. Dus we doen het gewoon even lekker samen. Sander haalt alle spullen. En oh kijk, daar komt alweer wat aan. Oh, meerdere onderdelen zo te zien. Ja, kijk, dit zijn de 4 dingen die je voor die plank moet hebben. Voor die dunne plank die bovenin hangt. Nou ja, dan was dit weekend ziek. Maar die begint al een beetje beter te worden, gelukkig. En die wilde heel graag helpen met de box. Dus dat is altijd fijn hè, extra hulp. Kijk, als die vast zit, Jade. Oh, hier zit een spiegeltje onder. Dat is grappig. Dan kan de baby zichzelf zien. Ja, leuk hè? Kijk, Jade, kijk, zie je? Nu zit hij hier vast. Kijk, dan kan papa hem loslaten. En dan hangt hij. Ja. Vind je het leuk? Ik denk dat het babytje het leuk zal vinden. Ja, hè? Dat denk ik ook, ja. Die kan ik er zo in doen. Oké. Nou, leg maar in de box. Mag ik het hier? Nou, daar moet de baby liggen, dus ik kan beter daarnaast leggen dan. Ja. Ik ga het heel leuk maken voor jou. Ga je het maar heel leuk maken, ja. Sorry, wel. Ja. Kijk. Oh. De baby vindt het denk ik heel leuk. Ja, ik denk het ook. Ah. Nou, dat heb je mooi verdeeld, Jade. Ja. Ja. Het is gelukt. De box staat. We hebben hem voor nu eventjes hier neergezet. Omdat we dan vanuit de keuken die in de buurt zijn, vanuit de bank en vanuit de eettafel. Even kijken of die daar blijft staan. Dus deze box hadden we nog van Jade. Dit is Sleepyhead van mijn zusje. Deze heb ik van mijn schoonouders gekregen op de baby shower. Heel erg leuk. En ik dacht, ik ga even laten zien. Hieronder, we hebben dus een box met laden. Dat hadden we bij Jade ook. Heel handig. Ik heb hier dus een extra verschoonkussen in met een oude verschoonhoes ook van Jade. Groen kan hier prima. En alvast ja, dus wat luiertjes, wat doekjes en nog een reservehoes. En een speeltje. Zo. En dan heb je de kat altijd bij de hand. Hoeft niet helemaal naar boven voor verschonen. Het is 1:30 s'nachts. En Sander is met Jade nu naar de huisartsenpost. Nou ja, eigenlijk naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Want ja, haar koorts die blijft maar hoog. Ze heeft het hele weekend al af en aan koorts. Wel echt boven de 40 graden ook. En nu nog steeds weer pijn met plassen en zo. En echt hysterisch. Dus we dachten, ja, we gaan niet nog een keer van het kastje naar de muur gestuurd worden en 20.000 huisartsen te spreken. En Dus ze zijn nu naar de eerste hulp, maar wel ja, spannend. Ik hoop dat ze iets voor haar kunnen doen. Maar ja, wat ga ik nu doen? Ja, ik ga ook niet slapen of zo, weet je. Het is ook een beetje, ja, een beetje gek. Mijn meisje, ja. Hey, lieverd. Hoi, mam. Hoe voel je je nu? Ja, iets beter. Wel weer beter, gelukkig. Zo, het is maandagochtend, 8:30 en ja, ik lig naast Jade in bed. Gisteren is het dus met Sander naar de spoedpost gegaan, de eerste hulp. En daar blijkt dus dat ze nog steeds blaasontsteking heeft of nierbekkenontsteking. Dus dat is echt heel vervelend en dat verklaart ook de hele weekend boven de 40 graden koorts. Ik dacht dat het een virusje was, maar ja, het heeft dus... Ja, de blaasontsteking is soort van weer terug. Het is echt super sneu. Dus we hebben weer een nieuw kuurtje gekregen. En nou, vandaag had ik eigenlijk een hele drukke dag op de planning staan. Maar goed, ik heb verlof, hè, dus we kunnen dat makkelijk regelen. Dus ja, ik lig vandaag naast Jade lekker op bed. En ik ga zo meteen... ik moest eigenlijk video's opnemen. Want ik dacht, dat is natuurlijk wel fijn dat ik een beetje vooruit werk. Want je weet maar nooit wanneer de baby komt natuurlijk. Alleen, ja, vandaag ga ik dan toch maar gewoon computerdingetjes doen. Andere taken die ik toch ook moet doen. Dus het is helemaal niet zo'n grote ramp. Dus het enige is hopen dat ik nog tijd heb ergens om voor donderdag natuurlijk video te maken. Normaal ben ik iets verder beter voorbereid. En... de reden dat ik ook nog in bed lig is, ja, we hebben zo'n gebroken nacht gehad met ja, zo weinig slaap. Ik kon natuurlijk ook niet slapen toen zij in het ziekenhuis waren. Dus, en toen ze helemaal terug waren, kon ik ook niet slapen. Dus vandaar dat ik denk, nou, doe ik ook gewoon lekker even rustig aan. En nou, ben ik lekker dicht bij mijn meisje. Die kan wel wat liefde van haar mama gebruiken. Hè? Lekker knuffels. Oh, je bent warm. Ik ga straks even temperatuur opmeten. Heel warm. Nou, dit is de status nu. Jade ligt daar te slapen. Ik heb het allemaal dingen op de computer gedaan. En wat beelden opgenomen van de babykamer. Voor de babykamer roomtour video. En nu ga ik even een medicijn halen voor Jade. Want die moet nu weer, ja, voor de kuurtje weer wat medicijnen nemen. Trouwens, zo leuk als je beneden komt dat daar nu de box staat. Het is echt zo lang geleden dat we een box in huis hebben gehad. Zo, het is vandaag dinsdag en ik heb een halve meisjesdag. Sander die is morgen aan het werk, dus ik heb morgen ook meisjesdag en vandaag een halve. Dus het is nu ochtend en ik ga eventjes nog de babykamer video afmaken, zodat die online kan donderdag. En als deze vlog online komt, staat hij al online, dus ik zal hem hierboven even linken. Gisteren ja, ben ik met Jade de hele dag gewoon een beetje... in bed gehangen, hebben we weinig gedaan. Gelukkig voelt ze zich weer beter. Dat is fijn, dat bij kinderen kan de koorts echt heel hoog zijn, maar ook gelukkig heel snel weer naar beneden. Dus ze heeft het hele weekend ja, rond de 40, boven de 40 graden koorts gehad. Dus na de huisartsenpost heeft ze antibiotica gekregen. En dat lijkt aan te slaan, dus dat is heel fijn. Ja, het is toch altijd zo vervelend als je kinderen... ziek zijn, want je kan niet meer doen dan gewoon voor ze zorgen, maar het is gewoon hartverscheurend. Dus ik ga nu een video opnemen. En zoals je hoort, ik ben een beetje buiten adem. Maar ja, goed, dat hoort er ook bij. Hey liefies, liggen jullie lekker? Ja, ja. Nu is het nog rustig hier in de slaapkamer. Maar over een week of twee is dat wel anders. Ik ben benieuwd waar jullie dan gaan liggen. Nou, de video staat erop. Ging eigenlijk best wel snel. Ik had natuurlijk al een deel voorbereid. Dus ja, super fijn. En nu moet ik heel eventjes iets aan deze troep doen. Mijn vluchttas, de co-sleeper, de wasmand die leeg is. En een wasmand waar allemaal administratie in zit. Dus dit ga ik eerst eventjes opruimen. En dan ga ik lekker met Jade spelen. Ik heb trouwens een hele fijne ontdekking gedaan. Deze smoothie van de Lidl is heel erg lekker. En je hebt dus ook nog een kleine shot met carrot. Maar deze is er ook in het groen. En die is echt nog lekkerder. Er zit een beetje munt in. Dus dit, ik drink elke dag nu een sapje. Een beetje extra ijzer en vitamintjes en groenten binnen te krijgen. Sowieso eet ik vrij gezond. Maar een extra sapje kan natuurlijk geen kwaad. En ik denk ook dat ik voor de kraamtijd deze flesjes ook in huis ga halen. Want ik denk dat het wel goed is om wat sneller aan te sterken dan. Nou, want Jade gaat het ook weer goed. Die zit nog wel in de pyjama, maar wel beneden. Dus niet meer in bed. En die is lekker tv aan het kijken. En je hebt lekker watermeloen gegeten. Top. Fijn hoor, dat het weer beter gaat. Oh, ik zie meteen een project wat we nog in beeld... Zo verschrikkelijk dit, die zwarte vlek boven de open haard. Dus ik hoop dit nog te kunnen verven voordat ik ga bevallen. En we hebben wel alvast het gaatje gedicht. Dus als we zin en tijd hebben, dan kunnen we in één keer aan de slag. Maar goed, zo zie ik dus nu echt 1000 taken in huis. Overal denk ik, oh, dit moet nog gebeuren en dat moet nog gebeuren. Ik heb ook... allemaal dingen besteld, zoals een nieuwe kraan voor in de wc, bij de wc, een spiegel voor de wc, een nieuwe wc-borstel, een nieuwe prullenbak. Ik ben echt helemaal alles aan het preppen, want ja, dan krijg je natuurlijk straks ook bezoek. Dus we dachten, al die projectjes die eigenlijk nooit echt afgerond zijn, die hebben nu een soort van sense of urgency. Wat ik wel heel fijn vind, want opeens krijg je best wel veel gedaan. Dus het is net zoals als je voordat je op vakantie gaat, dat je dan extra veel gedaan krijgt, dat... Ja, dat ervaar ik dus nu ook. Nadeel is dus wel dat ik wat minder rust neem dan ik eigenlijk zou willen. Want ik zag het gewoon voor me, lekker in de tuin met een boek, de hele dag niks doen. Ja, dat is er echt nog weinig van gekomen. Maar Jade heeft haar popper ingelegd. Dus het is wel heel schattig. Dus kunnen we alvast even wennen. En af en toe zet ze hem dus eventjes aan. Nou, hier heb ik nog een setje kleding liggen. Dit heb ik verkocht op Vinted, dus dat ga ik zo meteen opsturen. En ik wil straks nog even een kaartje kopen, want mijn vader heeft vandaag zijn laatste werkdag en dan is hij met pensioen. Iets waar hij al heel lang naar uitkijkt, maar hij zit echt in zo'n leeftijdscategorie waarbij het continu werd opgeschoven. Dus elke keer was het, oh je mag over een jaar met pensioen en dan weer veranderen de regels weer en dan moet hij nog een jaar werken. Maar nu is het echt zo, allerlaatste werkdag, dus die wil ik natuurlijk wel even een kaartje sturen. Nou, ik heb net toch eventjes een klein dutje gedaan, was nodig. Ik wilde eigenlijk allemaal dingen doen, maar ik voelde me gewoon te moe. Dus ik dacht, ik ga daar gewoon aan toegeven. Heerlijk. En ik ben nu een filmpje aan het kijken. En dat is wel een tip voor als je ook zwanger bent. Zeker als je de eerste keer zwanger bent. Van de Dunstan Baby Language. Het is een kort filmpje. Ik zal hem hieronder even linken. Het is een vrouw die heeft een soort van onderzoek gedaan naar babytaal. En dan kan je... als de baby tussen de 0 en de 3 maanden is, kun je dus uit de huiltjes ontdekken wat er aan de hand is. Dus of je baby honger heeft, of dat je baby moe is, omdat hij zich oncomfortabel voelt. Ja, het is echt super interessant. And all babies all over the world use the same sounds. The words sound very similar when you first hear them, but Priscilla says that after listening to them a few times, that you, as a mother, can learn to quickly identify each one and understand what your baby is saying to you. Ja, dit heb ik toen bij Jade ook gedaan, maar ik dacht, het is wel goed voor eventjes om het te verversen, te refreshen, mijn gedachten hierover. En dus heb je de ne en de e en ja, het lijkt allemaal heel erg op elkaar, maar mocht je het interessant vinden, het linkje hieronder naar de YouTube video, die zal ik even linken. Een vriendinnetje van mij die is net een paar dagen geleden bevallen en ik heb voor haar een leuk cadeautje besteld. Ik heb namelijk een punnikletter besteld van de naam van de baby. Het heet... Ima. Dus dit is door iemand helemaal gepunnikt met de hand. Het is echt zo leuk. Dus ik had nog eventjes bij haar vriend opgevraagd van wat zijn de kleuren van de babykamer. Want ik ga natuurlijk nu niet meer op kraamvisite. Nee, ja, dat gaat niet meer worden. Dus voorlopig. En dan zit ik straks zelf met een babytje. Dus ik ga gewoon een cadeautje opsturen. Dacht ik, is handig. Dus ik heb nog een leuk kaartje erbij. Dus die ga ik schrijven. Dan ga ik dit morgen eventjes op de post doen. Maar toch leuk. Bij dezelfde hebben wij ook de punnikletter van onze baby besteld. Nou, ondertussen is Sander heel erg goed bezig. Want hij is een lasagne aan het maken. Hallo, hallo. Ja. En dan maken we altijd 2 lasagna's. Eentje met gluten en eentje zonder gluten. Allemaal lekkere dingen in. En dit is ook de laatste keer dat we dat gerecht dan eten. Want daarna zijn dus de ovenschalen weer vrij. En dan ga ik dit gerecht maken om in te vriezen. Dus dan hebben we dat ook voor de kraamtijd weer in de vriezer. Nou, het is woensdag vandaag en normaal gesproken heeft Sander papa-dag vandaag, maar we hebben gewisseld. Dus vandaag ben ik gezellig met Jade en er komt net iets binnen en dat is de tractatie van kindertractaties. Wat Jade mag tracteren als straks de baby is geboren. Want ik dacht het is wel leuk dat ze iets kan tracteren op school. En ik dacht, ik bestel dat gewoon en op tijd alvast, zodat we dat vast in huis hebben. Dus wij gaan dat nu openmaken. Nee, kijk. Ja, dit is pen van Paw Patrol. Dus we hebben Paw Patrol krijt. En hierbij zit een doosje rozijntjes dat ingepakt is. In een zakje. Dus dit vind je leuk tracteren. Dat is een extraatje, denk ik. Kijk, er staat hier. Originele en betaalbare kindertractaties. Nou, verder hebben we gewoon een beetje een rustig aandagje. Ja, er is heel veel aan het zelf spelen. Dus dat vind ik heel erg fijn. Dat die tractatie weer binnen is, is weer iets wat ik van het lijstje kan strepen. Dat voelt ook goed. Verder moet ik nog wat pakketjes wegbrengen. Ik had dingen voor Vinted, voor dat cadeautje voor een vriendinnetje. Gisteren heb ik nog een kaart besteld via Greets, omdat ik uiteindelijk niet meer bij de winkel ben geweest. Voor mijn vader, want die heeft zijn laatste werkdag gehad gisteren, dus dat is wel heel leuk. En verder doen we het gewoon rustig aan. Ik ben vandaag ook gebeld door... Nou ja, ik ben niet gebeld. Ik heb het ziekenhuis gebeld, omdat ik nog niks gehoord had over mijn geplande keizersnee. En die is inmiddels gepland. Dus dat is wel fijn. Ik hou nog eventjes de datum voor mezelf, maar... Jullie zullen binnenkort weten wanneer dat is. Het is in ieder geval in september. Dus het is nu 1 september, dus de babymaand is begonnen. Heerlijk. Ik kijk er ene kant nog naar uit om nog eventjes verlof te hebben. Nog eventjes dingetjes op orde te krijgen. Mijn huis netjes. En de dingen en de taken af te ronden. Maar aan de andere kant kan ik ook niet wachten tot de baby komt. En dat we lekker kunnen knuffelen. En in de babybubbel kunnen gaan. Ik ben ook minder aanwezig op social media. En ik wil ook gewoon niet zoveel prikkels van buitenaf. Ik ben gewoon lekker aan het keutelen in huis. Lekker aan het rommelen. Heerlijk vind ik het. Hey, het is donderdag en ik ben alleen thuis. Daar had ik echt behoefte aan. Na een weekend en 3 dagen met Jade, die natuurlijk ziek was, ben ik gewoon echt even toe aan een dag voor mezelf. Even me-time. Dus ik heb vanochtend heel rustig aangedaan. Het is nu 10:30. Ik heb net ontbeten en ik zit nu even aan de tafel. Ik ga eventjes iets doen wat ik heel graag wil doen. Maar ik heb ook een confession to make. Want plannen, ja, dat is wel echt mijn ding. Realistisch plannen ook. Ik doe echt elke dag haal ik mijn actielijst. Maar sinds ik met verlof ben, lukt dat mij niet. Ik plan zoveel en... Het zijn allemaal niet hele grote dingen, maar gewoon hele kleine taakjes bijvoorbeeld. Want ik schrijf natuurlijk wel heel veel op, omdat ik zo min mogelijk wil onthouden. En nou ja, dit is dus nu 10:30. Maar daar komt natuurlijk nog veel meer bij. Het zijn echt best wel kleine dingetjes, maar toch... krijg ik de planning gewoon niet gedaan op een dag. En het geeft ook wel een beetje stress, terwijl het gewoon... helemaal geen rocket science dingen zijn. Echt gewoon 5- en 10-minuten taakjes. Dus ook als je redelijk goed bent in plannen, kan er toch nog iets roet in het eten gooien. En dat is verlof. Alles gaat gewoon een stukje langzamer. Ik ben gewoon een slow starter op het moment. En er is ook gewoon heel veel wat ik wil doen. Ik ben gewoon niet echt een stilzitter. Maar nu gaan we wel iets heel leuks doen. Ik ga namelijk een kraammand voor Jade maken. Ik heb afgelopen tijd wat kleine cadeautjes verzameld. En het idee is dat ze in de kraamtijd, als de kraamhulp hier is, dat ze elke dag een klein cadeautje uit de kraammand mag pakken. Dit doe ik eigenlijk omdat er voor haar best wel veel verandert. Zij is natuurlijk 4,5 jaar enigst kind geweest. Opeens is er een kraamhulp over de vloer. Is papa thuis, is mama thuis. Er zal de aandacht verdeeld worden, want we zullen natuurlijk heel veel bezig zijn met de baby. Dat kost gewoon eenmaal veel tijd. Dus ik ga een mand maken voor Jade met daarin een paar kleinigheidjes. Dus dat ze gewoon zichzelf kan bezighouden met leuke activiteiten en andere dingetjes. Ze krijgt op de dag van de keizersnee, als zij komt in het ziekenhuis, krijgt zij een cadeautje van de baby. Zij wilde heel graag een ringetje. En we hebben een ringetje gevonden, een roze hartje met glittersteentjes daarin. Dus die krijgt ze zodra de baby is geboren. Dus dat is eigenlijk cadeautje 1 in het ziekenhuis. En ik heb deze mand gekocht, want ik dacht die is ook nog leuk voor na de kraamtijd, om daar bijvoorbeeld speelgoed of dingetjes op haar kamer in te doen. En ik denk dat dit cadeautje 2 gaat worden. Dit is namelijk een wegwerpfototoestel. En het was heel lastig om deze te vinden. Het wordt niet meer zoveel verkocht. Dus ik denk dat ik deze ook in de vluchttas ga doen. Zodat ze deze krijgt als zij voor de tweede keer op bezoek komt bij de baby. En dus dat ze vanuit haar eigen optiek de kraamtijd kan vastleggen. Ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt. Maar daar ga ik dan een klein fotoboekje voor maken. Dat ze kan bewaren voor later. Nou, verder heb ik van Skoola iets met rijmen, groep 1, 2. Dus dit is een cadeautje wat ik zag bij Kruidvat, maar wel graag snel aan haar wil geven. Want ze gaat dus maandag naar groep 2. Ik had deze al een keer laten zien. Elfendeurtje, haarspeltjes. Deze hadden we ook nog in huis. Een My Little Pony, daar is ze echt helemaal fan van. En Rainbow Dash, die heeft ze nog niet. Wat ze ook denk ik heel leuk vindt is dit. Dit is Lego Dots. Dat heb ik laatst gekocht voor een vriendinnetje die een partijtje gaf. En toen heb ik er meteen 2 gekocht, want ik dacht dit gaat Jade ook leuk vinden. En dat was ook zo. En ik heb nog highlighters. Een of ander vis voor in bad. En diamond painting. Dus ik ga even kijken wat ik van deze dingetjes ga doen. Als ik iets niet ga gebruiken, dan gebruik ik dat als shoe present. Even op zijn Engels. En ik hoop überhaupt dat Jade deze video niet ziet. Want dan is de verrassing er een beetje af. Dus ik ga nu eventjes cadeautjes maken. En dan ga ik nummertjes opzetten. Denk ik welke ze eerst mag pakken. Ja, of ik laat haar kiezen. Dat kan natuurlijk ook. Nou, daar ga ik nog even over nadenken. En niet te vergeten. Ik heb natuurlijk ook heel mooi inpakpapier erbij van Frozen. Waar ze ook fan van is. Nou, ik heb het nu zo gedaan. Dag 1 is dus de ring. Dag 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Volgens mij is het 8 dagen in totaal. En dan bewaar ik deze 2 dingetjes even. Oh ja, en dat vergeet ik ook nog. Want dat is eigenlijk het allerleukste cadeau. Dat ga ik als laatste cadeautje doen. Dus dan wordt het cadeautje 9. Op dag 1 wil ik namelijk van Jade met haar broertje een foto maken. En bij Kruidvat kan je daar een puzzel van laten maken. Volgens mij is degene met 100 stukjes iets van €9. Maar ik denk wel echt dat het heel erg leuk is dat ze een puzzel krijgt met haar broertje, de foto erop. Dus ik hoop dat het lukt om een mooie foto te maken. En die ga ik dan meteen bestellen. En dan hoop ik dat die aan het eind van de kraamtijd er is. Dus dat zou dan het finale cadeautje zijn. Dus toch wel anders inpakken dan in de webshop. Met een klein rolletje en geen plakbandapparaat en zo. Maar komt goed. Ik heb nu een stukje T-Pex erop gedaan, met zo'n T-Pex roller en dan een nummertje erop. Nou, dat is prima. En misschien vind jij het wel heel overdreven hè, dat ik dit doe voor Jade. Dat is je goed recht. Ik vind het gewoon ten eerste heel leuk om te doen. En ten tweede weet ik zelf ook hoe het is om na 6 jaar een zusje te krijgen. Dat is gewoon een enorme verandering. Dus het is gewoon leuk dat er gewoon een paar kleinigheidjes tegenover staan. Ieder zijn ding. Dus vind je het niks? Prima. Vind je het wel leuk? Misschien vind je het ook wel leuk om te doen voor jouw kindje als je zwanger bent. Dit is de kraammand geworden. Een paar cadeautjes. En dan krijgt ze in het ziekenhuis dus ook nog 2 cadeautjes. Nou, en vanuit de kraammand gaan we meteen door naar de volgende shoplog. Deze spiegel besteld bij Xenos. Een zwarte spiegel. Deze wil ik in het toilet ophangen. Wij hebben eigenlijk alleen het toilet gerenoveerd qua tegels. Maar eigenlijk nooit qua aankleding en zo. Dus daar hangt nog helemaal geen spiegel. Toen was ik bij Xenos die spiegel aan het bestellen. En toen zag ik ook dat ze een zwart prullenbakje en een zwarte wc-borstel hadden. Dus top. Denk ik, nou bestel ik meteen mee. Ik heb ook nog extra 2 ovenschalen besteld. Deze zijn heel fijn, want die hebben deksel. Die zijn van glas. En die kunnen dus in de vriezer, in de oven, in de magnetron, alles. Nou, extra hete sriracha voor Sander. En voor de baby, of voor de versiering hier in huis, ballonnen en pompons. En ik had laatst deze al gekocht bij de Praxis. Die was in de aanbieding. En toen dacht ik, ja, dat is echt perfect. En kijk, dit is ons toilet nu. Dus er was echt zo'n oude wc die echt nog op de grond zat. Dus daar hebben we een zwevend toilet van gemaakt. En zo'n plankje en dingetje. Maar bijvoorbeeld dit was er al van de vorige bewoners. Met deze kraan. Maar het is super onhandig. Want je kan eigenlijk je handen niet goed te wassen eronder. Dus dacht ik, nou, als we dan zo'n iets hogere doen. En dat is wel mooi. Dan komt hier de spiegel. En dan gaan we daar kijken of er nog iets van aankleding kan. Want het is wel een beetje kaal. Dus zo zie je hoe het gaat. Ik verzin gewoon allemaal nieuwe projecten. Ja, om mezelf bezig te houden, om het huis mooier te maken. Om gewoon onafgeronde zaken gewoon af te ronden. Dat vind ik gewoon heel fijn. Ja, hoort er ook bij, hè, bij verlof. Maar ik moet wel mezelf in de gaten houden dat ik niet te veel wil. Dat is het gevaar natuurlijk. En het is eindelijk mooi weer. Dus ik ga al die hoesen en lelijke zeiltjes van de spullen afhalen en lekker in de tuin zitten vanmiddag. Ik zit buiten, eindelijk. Hier heb ik zo naar uitgekeken. Eventjes een wolkje voor de zon, maar die gaat zo wel weg. En ik heb een hele random lunch gemaakt. Ik heb een salade gemaakt van rucola en tomaatjes, parmezaanse kaas en balsamico saus. Een broodje lemon curd en een suikerbroodje met boter. Dus het zijn echt hele rare dingen, maar ik wist gewoon niet zo goed waar ik zin in had. En ik wil toch lunchen, dus... En ik ga zo lekker een dutje doen hier. Goedemorgen, het is vrijdag en ondanks dat ik niet een fantastische nacht heb gehad, ben ik wel vroeg uit bed. En heb ik gewoon bij mijn gezin ontbeten vandaag, want het wordt heel mooi weer. Dus ik wil lekker in de tuin gaan liggen. En vandaag ga ik verder aan het project Babydagboek. Dat mag echt eventjes afgerond worden. En ik kreeg dus gisteren via de post een cadeautje van iemand die mij volgt, die mijn vlogs kijkt en die ik ja, wel eens op Instagram spreek. En ja, echt te lief. Ze vroeg of ik wensen had. Ik zei, nou ja, je hoeft mij echt niks te geven. Maar ze stond erop en ze wilde heel graag. Dus ik zei, nou, doe dan maar een boekje, want een boekje komt altijd van pas. Dus ik heb het net opengemaakt. En... ik heb een heel leuk boekje van Anna in de bibliotheek gekregen. Dit is een boekje wat ze ook op de crash gebruiken om dingen uit te leggen. En een puzzeltje van Bumba. En dat is voor iets later natuurlijk, maar heel erg leuk. Dankjewel Kim, echt te lief. Dus nou, ik ga nu snel mijn schoenen aandoen, want ik ga naar de Kruidvat lopen. Ik heb namelijk fotostickers besteld. Dan kan ik dus het dagboek van de baby afmaken en nog een... dagboek-entry voor Jade maken. Want daar wilde ik ook graag foto's bij gebruiken. Dus dat ga ik even snel doen. En dan nou ja, ben ik denk ik om 9 uur weer terug. En dan kan ik lekker de tuin in orde maken. Dit zijn trouwens de fotostickers. Ze zijn echt super mooi. Dus deze ga ik ja, bij het dagboekje plakken en het verhaaltje. Ik heb voor Jade een paar en voor de baby een paar. En toen Sander mij ten huwelijk vroeg, had hij een heel leuk boekje gemaakt. Dit is onze eerste foto samen, de eerste avond. En allemaal ja, leuke herinneringen die we hebben meegemaakt. Maar hij zei van, ja, het is toch wel jammer dat het aanzoeker niet in staat. Dus het eindigt hier. Dus daarom heb ik ook een paar stickers besteld van het aanzoek. Dus dan kan ik die nog hier erin doen om het, ja... mooi af te sluiten. Ik denk deze twee dat het wordt. Ik heb net weer heerlijk buiten gelegen en een uur een dutje gedaan. Wat heerlijk. Ik las op een site dat iemand zei van dat ze beter slaapt als ze overdag juist wel een dutje doet. Dus ik dacht, nou, ik kan het proberen. Dus ik heb ook de was gedaan en lekker buiten laten drogen. Dus die ga ik even opruimen. En daarna gaan we Jade ophalen en gaan we met onze buren uit eten bij een pannenkoekenrestaurant. Dus nou, dat is zomaar een relaxe en leuke dag vandaag. Goedemorgen met een blote billen gezicht. Het is zaterdag en ik wacht op Sander tot hij instapt, want wij gaan op date. We hebben nog 2 dates gepland voordat de baby komt. Dus dat is wel even leuk om samen iets te gaan doen. En wat we nu gaan doen is samen naar een massage en lekker lunchen samen. Dus de oppas is er en ja, dus wij kunnen eventjes samen genieten. Ik ben niet echt een avondmens, dus ik vind het ideaal dat we nu overdag iets gaan doen. En we gaan naar dezelfde massagesalon waar ik laatst met mijn beste vriendinnetje ben geweest in Uden. Omdat het gewoon heerlijk was, die Thaise massage. Dus ja, dat gaan we lekker doen nu. Het was echt heerlijk bij de massage. Ik heb echt een hele lange hoofdmassage gehad. Dat was echt heerlijk. En daarna zijn we zijn we gaan lunchen. En toen nog eventjes naar de macro. En toen gingen we de oppas weer aflossen. En nu ben ik hier thuis. Ja, er zit even tv te kijken. Sander is naar een feestje toe. Ja, ik ga dat allemaal niet meer redden, feestjes. Dus ik heb besloten om gewoon daar even niet meer naartoe te gaan. Of niet, nu gewoon niet meer niet naartoe te gaan. Dus ik ga even lekker eten maken voor Jade en mij. En dan ga ik ook de vlog afsluiten. Dankjewel weer voor het kijken. Vond je de video leuk? Doe vooral een duimpje omhoog. En ik hoop je weer te zien in de volgende video. Doeg!